Hey kijkers van de Game of Games. Ik Oké, het gaat weer een keer fout joh, met de intro, maar dat maakt niet uit, want ja, wat maakt het toch uit? Ik wilde zeggen welkom bij weer een nieuwe GTA 4 video, want dat is wat ik normaal altijd zeg. Maar dat kom omdat ik het ging fout, omdat ik nu even nog iets erbij wilde zeggen en dat is kijk, als je goed kijkt rond mijn radar, zie je nu blauw. Klopt. Ik ben naar de dingen geweest, naar de, hoe noem je dat, naar de wapenshop. En daar heb ik wat armor gekocht, want wij gaan vandaag weer een missie spelen die ons een keer niet gelukt is. En als die nu niet lukt, dan race ik die missie voor altijd. En ik heb ook nog wat shotgun kogels gekocht, want dat is blijkbaar het enige wat ik kon kopen. Want de rest van mijn wapen, ja oké, wacht. Dit wapen kon ik ook kogels van kopen, maar daar heb ik er nogal zat genoeg van. En ja, van de rest van mijn wapens kon ik geen kogels kopen. Dus ja, die waren niet in de winkel. Dus ik denk van ja, dan niet. Hè. Dan, ja, dan gewoon geen kogels voor die. Deze video hebben we al gezien. Dus wij gaan gewoon doorspoelen. En dan gaan wij, volgens mij was het de missie dat wij naar die truck moesten. Ja, dat was deze missie. Die was mij toen mislukt en oh ja, vorige keer hadden we die in die discotheek gedaan. Die was ons ook mislukt, maar die doe ik dan misschien de volgende keer nog een keer. Maar nu gaan we eerst deze nog eens proberen, want ja, gewoon twee keer dezelfde missie achter elkaar is ook niet echt leuk. En dit is dan nog een beetje iets van afwisseling. Oh shit, dat is niet goed. Even kijken. Nou, ik hoop dat het deze keer wel gaat lukken. Ik ga geen granaat in de garage gooien. Niet daar in ieder geval. Ik denk dat ik wel granaat ga gooien, want dat werkt op zich wel goed. Volgende keer in die discotheek ga ik echt een granaat gooien, want dat werkt toch wel goed daar. Maar ik moet oppassen dat ik hem hier niet in die garage gooi, maar dan ontploft die truck en dan is de missie weer mislukt, net zoals de vorige keer. Maar ja, de vorige keer hadden we geen armor en nu wel. Haha, oh shit. Bijna van de brug afgevlogen. Maar in ieder geval, we hebben nu armor, dus dat gaat nu gewoon helemaal goed komen, joh. Dat gaat echt gewoon helemaal goed komen. Echt waar. En hier is politie, dus ik denk dat ik even op moet passen, want als ik daar tegenaan rijd, dan komen ze weer achter me aan. Nou, dan ga ik maar even hier langs. Doe ik het maar op deze manier. Oh, shit, shit, shit. Ja, via de zijkant, joh. Nee! Oh, oh, oh. Niet omvallen. Oké, goed zo. Nou, dat was best knap, hoor. Dat was best knap. Dat is niet makkelijk, hoor, om dat te doen. Oh, ja, gaan we ook nog een keer langs een dun gangetje rijden, joh. Of een smal bedoel ik, dun. Waarom zeg maar het dun? Oké. En hier hebben we weer een bocht. Ja. Oh. Ja. Hoppa. Kijk eens aan. Oh. Kijk uit voor de auto's. Oh. Dit was zo ver rijden. Dat was deze mis. Oh, zo. Limousine. Kijk eens even uit of zo. Dat komt natuurlijk omdat je zo lang bent. Omdat je zo lang bent, dan kan je niet uitkijken, hè. Oké. Nou. Waar is het? Oh ja, hier is het. Ik moet hier afslaan en dan ben ik er al. Oh, wacht. Dit was die missie dat ik zo raar moest op dat dak moest klimmen. Oh, nee. Dat is deze. Dat ging de vorige keer toen ook helemaal fout. Oké, nou ja. We gaan het gewoon nog een keer proberen. En we zijn er. Nou, dit weten we al. Dit weten we al. We weten al hoe we erop komen. Eruit, Nico. Eruit. Oké, en dan gaan we. Weer precies hetzelfde zoals toen. Ik neem alvast. Nee, ik ga de shotgun nemen. Ja. Ik ga als eerst met de shotgun schieten. Oké. Ja, ik weet nu toch al waar ik naartoe moet. Dus ik hoef jou niet te volgen volgens mij. Oké, nu moet ik oppassen dat ik hier niet weer afdonder. Want de vorige keer donderde ik hier steeds af. Oké. Ja! Oké, in één keer gewoon. Gewoon in één keer. Nou, een beetje sneller, Nico. Dat kan sneller, hoor. Kan ze met een shotgun in je hand. Nou, zo meteen gaan we lekker shotgunnen. Oké. En laat los. Goed zo, Nico. Dat ben ik van je gewend.
Nu moeten we hierop zien te komen. Ja, dat is ons ook gelukt. En de vorige keer hierboven zat hij toen te schijten of zo. Dat weet ik ook nog goed. Lijkt net of als hij echt gewoon zat te schijten. Oh, nu moeten we wachten op hem zeker. Ja, ja, nu moeten we wachten op hem. Nu kan je het niet meer, hè. Nu ben je jaloers. Kijk, gaat hij weer schijten, hoor. Oh. Hij laat het niet meer zien. Maar zo meteen hierachter, hoor. Let op. Kijk. Echt zo'n scheidhouding. Echt zo van... Oh, nu ga ik eens even lekker schijten. Ja. Oké. Okay. Die dozen die moeten we hebben. Daar gaat het om. Om die dozen. Ja, kijk. Nu zegt hij het ook. Ja. Trouwens, dit hebben we al gezien. Ik hoef het niet meer te zien. Oké. Nu... Oké, steal the truck. Kan ik niet gewoon... Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik deze aanpakken? De vorige keer heeft die gast daar, die daar beneden staat, die heeft mij heel veel damage gedaan. Dus misschien is het slim om hem als eerste te vermoorden, dan die. En dan pas die daar allemaal. Hier beneden staat er geen... ja, ik ga nu toch even goed nadenken. Hij heeft mij toen heel veel damage gedaan. Oké, of ik kan een granaat naar hun gooien. Ik denk dan niet dat hij... Zou ik dat anders doen? Een granaat naar daar gooien, zodat hun allemaal weg... Nee, dat ga ik niet doen. Nee, granaten zijn even te riskant bij deze missie. Ik denk dat ik gewoon hem als eerste afschiet. Kan ik ook... Ik kan niet inzoomen, hè. Gewoon recht door zijn kop dan. Ik ga het gewoon doen, oké. Komt ie. 3, 2, 1. Wat? Nee. Nee. Holy shit. Shit. Dat meen je niet. Waar is die gast nu? Oh, hij is... Dood. Ga dood. Nee. Kijk hoeveel damage die mij doet. Oké, jij... Oh, dat kan ook, joh. Als je zo dood wil, doe het dan maar lekker zelf. Oh, wacht. Daar staat er één. Of zag ik dat nou verkeerd? Ja, zie je wel. Daar staat er gewoon één. Oké, volgende keer als je terugkomt, ga je... Iets minder daar dan. Die... Oké, nog een paar keer. Kom maar terug, joh. Dan is hij ook zo dom om nog terug te komen ook, hè. Hoppa. Ook goed. Hoppa. Nee. Ik ga echt gewoon op mijn gemakje doen. Ik ga niet opdringen. Ik ga dit niet op snelheid doen. Ik ga gewoon op het gemakje, zodat we deze gewoon halen nu. En nog. Ja, nu is hij toch wel dood. Nog niet. Wat doet hij? Huh? Jij ook. Kom op. Ja, ga maar lekker liggen. Doe maar lekker liggen, joh. Hoppa. In je cojones. En in je kop. En in je buik. Nee, je gaat toch... Ga nou toch eens liggen, joh. Ga gewoon liggen, wees stil en dood. Oké. Wat? Oh ja, joh. Het is echt heel gebruikelijk dat ze gewoon nog even gaan rollen. Nee. Ik schiet hem ook nog een keer voor de zeker. Ik ben het echt beu met die gasten nu. Ik ga hem nog een keer schieten. Kom op, nu moet hij toch. Weet je wat, laat hem maar lekker liggen hoor. Die gaat ons echt geen kwaad meer doen. Oké, daar zijn we. Dus eerst gaan we hun allemaal even een kogel door hun. Ik had misschien meer shotgun kogels moeten nemen, maar ze zijn al bijna op. Oepsie, ik had er meer moeten meenemen. Oh jij. Hey, oh shit, ik schiet gewoon tegen dit aan, joh. Iets meer naar daar. Ja, oké, nu schiet ik raak. Oh shit, nee. Niet. Schiet mij niet raak. Ja, ik schiet steeds mis, joh, op die gast. Die was raak. Recht in zijn shaak. Ik moet oppassen dat ik niet op die truck schiet. Die was ook raak.
Niet voor die truck staan, anders dan schiet ik op die truck en dan is die truck kapot. Oh, nee! Shit! Ik verspeel mijn kogels. Oké, laat. Oké, nog één knal. Oké. Nu jij. En toen schoot ik weer tegen dat bord aan. En nu niet. Weet je, dit is best een goede tactiek. Ik heb nog redelijk veel levens over. Oh shit. Ik heb nog maar 5 kogels. Voor die shot. Dat was een verspil. Ik ga hem gewoon uitmoorden. Hij moet dood. Oké, nog 2 kogels. 1 voor hem. Oké, die gast is ook dood. En die ga ik nog verkennen. Wat? Daar ook nog één. Oké, ook nog 1 voor hem. Oké. Nou, dan gaan we over naar het volgende wapen, jongens. Oké. Eerst. Oh, nu schiet ik tegen dat bord aan. Iets meer opzij dan. Jij ook. Zo! Die gast die deed even een salto, joh. Nou ja, dat kan je ook doen. Hé, ik kan... Oh nee, ik kan niet streven. En... Oh nee, nu schiet ik tegen... Oké. Oh ja, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Deze is lekker. Ja, kijk jongens, dit gaat veel beter. Je moet het gewoon even op je gemakje bekijken en dan lukt het wel. Oké, hij nog? Of hij? Daar zit er nog een. Ik zie er daar een van onder weer op staan. Waar ga jij dan weer naartoe, joh? Oké. Volgens mij zijn ze ver klaar. Oh, hij staat er nog. Nee, nu gaat hij niet meer staan. Ik ga rustig gaan naar beneden. Dat ga ik eens doen. Oké. Oh, ja. Sorry als ik misschien een beetje te weinig zeg in deze video. Maar ik wil gewoon toch iets van concentratie hebben om deze missie te halen. Want ik wil hem... Holy shit! Oh, shit! Waarom komen die gasten dan ook in één keer? Waar komen die vandaan? Ja, waarschijnlijk uit Bananenland of zo dan, want... Bananenland, hoe kom ik daar nu weer bij? Oh, you are so fucked! Yes, you are! Oké, wow, die kogels die gaan er ook snel doorheen trouwens. Even kijken, hier staat niemand. Ik moet oppassen dat ik niet op die dingen schiet, op die truck. Oh, daar staat er een. Ja. Jij bent voor mij, jongen. Alsjeblieft. Oké. Even reloaden. Nu ga ik heel even kijken of er nergens anders meer van die stomme rekken zijn. Ik ga ook even die kogels oppakken. Dat is ook handig hoor, kogels. Oh, dat zijn allemaal dezelfde wapens, joh. Dat is ook heel handig. Oké, even allemaal die... Huh? Oh, huh? Oh. Wat? Ik dacht, hoe zit die nou weer, joh? Wat zit die nou weer te doen? Ik dacht dat die nog leefde. Maar dus niet. Hier ligt niks. Daar. Kom maar even. Ben je nu dood? Wees gewoon dood. Hey, komt die gast nou ook nog naar... Die blijft daar gewoon staan. Zou er dan nog iemand zijn? Hey, wat? Loop. Oh. Hierachter? Ook niks. Oké, dan ga ik maar gewoon naar binnen hoor. Geen granaat gooien, Niels. Niet doen. Hier is niemand, toch? Nee. Hier ligt een wapen. Pak ik ook nog even. Hoeveel kogels heb ik nu voor die? Dat zijn weinig kogels. Hoeveel krijgen er uit zo'n wapenpak? Oh. Nee. Wat? Ik krijg geen kogels als ik dat wapen oppak. En wat is dit? Is hier iets te zien? Oh, hey, levens. Levens. Oh. Oh, dat is van mijn armor afgegaan. God. Jeetje. Nou, bedankt. Ik had het dus ook zonder armor kunnen redden deze keer, maar... Ik vind het mooi geweest. Ik ga gewoon die truck in nu. Ik vind het wel goed zo. Hoppakee. Kijk eens aan. Wait for Packy. Ja, Packy.
Dan moet je maar een beetje harder lopen, hè? Dan moet je maar eerder van dat dak afkomen en niet zo scheiterig, mieterig zijn. Ja, sorry hoor, Paki, maar het is gewoon zo. Nou, nu is Paki er. Paki is ook helemaal blij natuurlijk. Oh. Weet je, eigenlijk zo'n gast als Paki, die heeft het wel makkelijk, hè? Die wacht gewoon een beetje tot het vuile werk opgeruimd is en dan profiteert hij weer van ons. Want nu gaan we hem gewoon naar huis brengen of zo. Toch? Of we gaan hem gewoon wegbrengen van deze helse plek. Het begint ook slecht weer te worden hier in Liberty City. Kijk, zie je dat gebouw? Get Alive staat erop. Haha. Oké. Hier is de politie. Politiestation. Of politiebureau, hoe je het ook noemt. Wij moeten naar de lock-up. Wat? Misschien... Wat? Nee! Ze schieten op mij! Holy shit! Ze schieten op mij! En dit ding rijdt helemaal niet snel, joh! Holy shit! Dit gaat niet goed komen! Oh. Wow! Uh-oh, sorry taxi! Oké. Wat? You can cycle to grenades in your inventory by pressing Q. Oh nee, moet ik... Nee! Nee, 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 nee. Nee, nee! Nee, nee, nee. Nee! Rij! Holy shit, hé. Shit. Ze schieten gewoon op mij. En ik ben... Zometeen ga ik nog dood in deze helse truck. Oké. Q. Nee, wat? Ja, nee. Oh, Q. Oké, en ik ga deze granaat. Oké, wacht. Daar heb ik hem. Volgens mij is het gelukt. Toch? Ja, het is gelukt, alleen. Oh, die gast die schiet ook al. Maar... Wat is dit in één keer? Oké, en dat is weer een granaat. En die gaat niet veel nut hebben. Nee. Ja, ik ben niet. Ik ga niet zomaar zo'n granaat heel lang in mijn hand vasthouden. Want zometeen ontploft die in mijn hand. En dan ben ik weer dood. En daar heb ik ook geen. Oh, wacht, daar is de lock-up. Oké, kom op. Nog heel even volhouden. Please. Nog heel even. Nog heel erg even. Waar moeten we naartoe? Hier ergens of zo. Ik gast, kijk uit! Shit, het is toch hierin? Oh nee. Oh shit, een bocht. Oh. Oké, waar moet ik naar heen? Of naar heen? Waar moet ik naartoe? Hierin? Hierin dan maar? Oké, hierin. Oh, ik kon hierin. Ik kon hier al afslaan. Oké, het is hier te doen. Zo. Oké, we zijn er. Yes! Ik denk dat we het gehaald hebben. Wie is dat? Wat staat die nou weer te doen? Nou. Wow, shit. Dit is wel een lange aflevering. We zijn al... Dit gaat sowieso 20 minuten duren, deze aflevering. Dat wordt dus lang renderen. Dus mensen, bedankt me alvast even voor deze lange aflevering. Daar zit veel tijd in. In een langere aflevering zit meer tijd dan in een korte aflevering. En dan niet voor de opnametijd, maar ook voor de rendertijd en alles. En weet ik het allemaal. Dus dat duurt ook allemaal langer. En uploaden duurt dan langer en weet ik het allemaal. Maar, nee, ga niet zeggen dat de politie nu nog achter... Oh, gelukkig. Ik dacht dat... We hebben vet veel geld gekregen, joh. We hebben echt superveel geld nu. Weet je wat, mensen? Ik ga naar huis toe. Tenminste naar mijn huis toe hier in Liberty City. Dat is... Hoe ver is dat? Ik ben nu hier. En daar is mijn huis. Dus... dat is nog eventjes. Maar ik ga hem gewoon nu even afsluiten. Want anders dan wordt hij veel te lang, joh. Dan is hij veel te lang. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken. Doe een like geven als je dit nou een leuke video vond. Laat even een leuke reactie achter. En doe even abonneren als je nog niet geabonneerd bent. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe GTA 4. En voor nu zeg ik... Doei!